We zijn nu allereerst bezig met het maken van een shampoo. Mensen die heel graag duurzamer willen leven zonder daar heel veel moeite voor te doen. En daardoor denk ik dat je met dit product niet alleen een heel groot deel van die shampoo-markt op zijn kop gaat zetten, maar ook mensen op een andere manier laat denken. 5 ondernemerslessen in 20 minuten. Dat is het format van dit programma Ondernemerslessen. Met vandaag in deze aflevering de centrale vraag: hoe start je nou als jonge ondernemer je eigen bedrijf? Iemand die daar op dit moment druk mee bezig is, die zit tegenover mij. En dat is Ilse Kwaaitaal. Wat doet Ilse Kwaaitaal in het dagelijks leven? Nou, ik ben bezig met het opzetten van een shampoobedrijf. Ja. Dat houdt in dat we bezig zijn met het maken van een hele geconcentreerde shampoo. Ja. Die doen we in een capsule. Het idee daarvan is dat ongeveer 80% van de meeste huishoudelijke en cosmetische producten water is. We vinden dat zonde, want dat betekent dus dat 4 van die 5 vrachtwagens die rijden eigenlijk gewoon vol zitten met water. Ja. Alles moet verpakt worden in plastics, ja. En dat vinden we niet meer van deze tijd. Ja. Ja. Dus met Twenty maken we een capsule die je thuis toevoegt aan een herbruikbare fles. Dus je stopt de 80% water, stop je er gewoon als consument zelf weer in? Klopt, die doe je er thuis bij. Dan heb je en een mooie fles in plaats van al die drukke flessen die je in de supermarkt kan kopen. Ah, en want je koopt eigenlijk bij jullie dan alleen de capsules. En die doe je dan thuis in een duurzame fles. Klopt. Waar je meerdere. En wat zijn het voor producten dan allemaal? En wij willen ook de fles verkopen. Ja, dus precies. Maar die koop ik dan 1 keer en daar kan ik vaker mee doen. Ja. En dan heb je het over shampoo. Waar heb je het meer over? We zijn nu allereerst bezig met het maken van een shampoo. Natuurlijk moet daarna snel een conditioner volgen. Tuurlijk. Maar dit concept is eigenlijk op bijna alle producten toepasbaar. Maar noemen ze nog breder dan? Wat kunnen we doen? Nou, zeep. We kunnen zelfs allesreiniger, wasmiddel. Eigenlijk alles wat nu verdikt in de supermarkt ligt. 80% water. Ja, dat slaat nergens op. Echt, hè? Is het ook 80% goedkoper dan? Die vraag krijgen we inderdaad vaak. Oh. Dat denken we niet. Nee, hoeft het niet. Helaas. Hey, ik heb het over jonge ondernemers in deze aflevering. Hoe jong ben jij? 29. Ja. Oh, dat is niet eens piepjong. Nee, hè? Valt mee. Ik vond het ook een compliment. Je doet het samen met een partner? Ja. Mirjam de Bruin. Ja. En waar kennen jullie elkaar van, studie? Nee, zij is eigenlijk met dit project afgestudeerd. Aan de Design Academy in Eindhoven. Mm-hmm. En ik was tegelijkertijd met haar bezig met dit onderwerp. Ja. Toen allereerst was ik aan het kijken naar, want je kan tegenwoordig ook shampoo zeepblokken kopen. Dus dan heb je gewoon het ouderwetse zeepblok, maar dan shampoo. Ja. Eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Ja. Maar wij merkten dat heel veel consumenten niet bereid waren om zoveel extra moeite te doen. Dus met dit product willen we echt iets meer richting een product waar mensen die heel graag duurzamer willen leven zonder daar heel veel moeite voor te willen doen. Nou, ik denk dat dat het voor ons bijna allemaal zo is. Ja. En ik kwam haar dus, ik heb haar online leren kennen. Dus ik kwam haar tegen via Facebook. En toen zijn we via daar in contact met elkaar geraakt. Toen hebben we een tijdje gedate om te kijken van, hey, zakelijk. Business, ja. Ja. Goede toevoeging. Okay, ja. Zakelijk gedate. Ja. En toen merkten we dat we elkaar heel erg aanvulden en dat we een hele goede klik hadden. En toen zijn we samen verder gegaan. Okay. Ja. De reis van jonge ondernemers met een eigen bedrijf, die gaat langs 5 ondernemerslessen. Ja. Laten we de eerste maar eens tevoorschijn toveren. Echt een jonge ondernemer, heb geduld. Ja. Ja, want dat hebben jullie niet? Ik denk dat dat, nou, ik niet in ieder geval. Ik denk dat dat een van mijn grootste lessen is geweest. Want? Het ontwikkelen van zo'n soort product is gewoon, dat duurt gewoon heel lang. Daar heb je een hele lange adem voor nodig. Ik ben heel erg ongeduldig. En eigenlijk geloof ik ook dat je als start-up snel moet zijn. En sneller dus dan alle corporates die er ook zijn. Mm-hmm. Maar met het ontwikkelen van zo'n soort product kun je beter wat langer adem nemen en alles goed uitdenken. Niet te snel willen gaan, want als je te snel gaat, dan ga je jezelf daar later. Er zitten zoveel haken en ogen. Mm-hmm. We zijn een product aan het ontwikkelen die nog niet bestaat. Die moet ontwikkeld worden in een lab. Je moet denken aan IP. Je moet moeten denken aan van alles. En als het uit het lab komt, dan is er weer een volgende stap. Dus, en je werkt in een vrije, ouderwetse industrie. En die hebben we toch ook wel een beetje nodig om uiteindelijk het product te ontwikkelen. Ja, want dat lijkt me lastig als jonge ondernemer. Want ik kan me voorstellen dat je dan nadenkt van, waar gaan we mee beginnen? Ja. En dit is dan, ik weet niet of het in de lessen terugkomt, maar wie denken jullie dat jullie zijn? En dat bedoel ik uitdagend, hoor, niet negatief. Ja. Maar je hebt natuurlijk de Unilevers en weet ik veel wat, de grote jongens. Mm-hmm. Die allemaal in dit soort, dan denk ik van, die hoesten 1 keer. Ja. En die poepen zo'n productenmarkt op. En dan is het einde 20 products. Dus waar haal je het lef vandaan om dan juist in zo'n markt te stappen? Ja.
Nou, ik denk, wij zijn gewoon ontzettend gedreven, omdat we heel erg geloven in de impact, de duurzame impact die we met dit product kunnen genereren. Yeah. Maar het is natuurlijk ook zo dat die merken hebben dat nog niet gedaan. Mm. Dus zolang zij dat... Het bestaat nog niet, dit? Nee, het bestaat nog niet. Nog geen andere... we krijgen heel vaak mailtjes van al deze namen. Ja. En we hebben heel vaak met ze gebeld. Ze zijn heel nieuwsgierig wat wij doen. Ja. Maar het bestaat nog niet. En ergens is het voor hun natuurlijk ook een beetje raar om met dit verhaal een nieuw merk te starten. Ja. Want dan zouden ze dat direct met alle andere merken ook moeten doen. Ja, en dan cannibaliseren ze enorm op hun eigen. Ja. Dus ze hebben zoiets van, laat die twee meiden maar even lekker innoveren. Dan kunnen ze altijd later nog overnemen. Precies. Het enige risico is dat we hebben dat ze de dag erna komen. Ja. Maar goed, dat risico nemen we dan graag. Want zijn jullie al op de markt? Of is het daarin ook nog even geduld hebben? Ja, precies. Daarin is het nog even geduld hebben. Ja. En hoe ver zijn jullie? We hebben de formule. Ja. En we zijn dus nu eigenlijk van de formule naar het maken van het product echt klaarmaken. Want we willen niet een zakje met een vloeibaar goedje erin. Nee. We willen ook dat het er echt uitziet als een soort van bruistablet / badparel. Ja. Zodat mensen het ook graag in een badkamer hebben. Ja. Ja. En zit er al veel geld in, zeg maar, qua investeringen en zo? Tot nu toe hebben we veel kunnen doen door middel van allerlei prijzengeld die we hebben gewonnen. Dus dat is echt... fantastisch. Maar we zijn nu wel op zoek naar ook een groter bedrag om het mogelijk te kunnen maken. Okay. Tweede les, laat mensen je helpen. Ja. Prachtig bruggetje. Klopt. Welke mensen helpen je allemaal al nu? Klopt. We zitten aangesloten bij een aantal netwerken, waaronder ook de Impact Hub. Dat is een plek waar duurzame ondernemers samenkomen. Yeah. En daar zitten van allerlei grote partijen ook op aangesloten, grote advocatenkantoren. En die helpen ons. En zeker als je dus in zo'n grote industrie aan de slag gaat. Wij kunnen niet dat soort advocatenkantoren betalen. En deze partijen helpen ons. En, ja, maar dan doen ze dat uit omdat ze zo lief en aardig zijn? Ja, pro bono uren die ze inzetten bij sociale ondernemers. En dat is belangrijk om met name zaken als IP en patenten en dat soort dingen goed te beschermen. Klopt. Allerlei contracten die we krijgen van dit soort partijen. Gewoon zo'n bedrijf hebben die dat soort contracten nog eens na kan lezen. Mm. Maar dat niet alleen. Er zit vaak in je directe omgeving qua vrienden en familie ook heel veel kennis. Die je constant, waar je constant naar kan vragen. En ik heb er nogal een handje van en ik denk misschien wel veel jonge ondernemers, om heel veel zelf te doen. Maar ik merk ook wel dat er in je jongheid, dat er daardoor ook heel veel mensen je juist willen helpen. Dus misschien wel hoe jonger je bent, hoe meer mensen ervoor openstaan om je te helpen. Omdat ze nog... En daar moet je eigenlijk dankbaar gebruik van maken. Ja, precies. Ja, in bepaalde mate natuurlijk. Ja. Ja, ik denk wel dat je zuiver moet zijn in van wat is de return, weet je wel? Precies. Het moet wel in balans blijven natuurlijk. En niet dat je straks van alle hand mensen hebt die dan als het succesvol wordt zeggen van ja, maar nou is het payback time of zo. Nee. Dus ik denk wel zuiver zijn in wie je helpt en waarom. Dus het geldt zowel privé als zakelijk. Ja. Ja, en die balans is wel een goeie, hoor. Want daar hebben we ook in het begin dacht ik helemaal van... ik wil niet te veel vragen, want ik weet niet of ik het ooit kan teruggeven. Ja. En nu denk ik van... Maar als mensen je gewoon echt heel graag willen helpen, dan kan dat best. Maar dan moet je wel vanaf het moment al duidelijk zijn van... Hey, je gaat dit waarschijnlijk nooit terugzien. Ja. Maar ik nodig je uit op een barbecue bij mij volgende week. Ja. Dan weten ze dat gewoon. Ja. Helder. Les 3. Je bent zeker niet de enige met dit idee. Je wilskracht onderscheidt jou van de anderen. Nou, er zit al heel veel in, maar licht hem eens toe. Ik werk veel ook naast mijn bedrijf met allerlei sociale ondernemers. En ik spreek soms op één dag wel met 3 bedrijven die mensen met precies hetzelfde idee op de proppen komen. En met Twenty merk ik dat ook heel erg van... Er zijn zoveel gelijksoortige ideeën, maar het gaat echt allemaal om als de ondernemer die je bent. Ben jij gemotiveerd? Heb jij de wilskracht om door te pakken? Ook al duurt het bij ons nu al 1,5 jaar. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die op een gegeven moment afhaken in zo'n traject. Ja. En als dat niet nu is, dan haken ze misschien af na een tijdje, want het zal vast niet gaan vliegen. Je moet echt, kom ik terug naar mijn eerste punt, lange adem, geduld hebben. En ben jij dan degene die doorpakt, kost wat kost, dan moet je het zeker doen. Dus ben ook niet bang, ben ook niet te bang van... er is ook iemand anders die dat doet. Ga ik het wel redden? Geloof in je eigen wilskracht en pak door. Het idee alleen is niet heilig. Nee. En hoe zit het financieel? Kunnen jullie verdienen waarschijnlijk nog geen dik salaris uit? Nee. Kan me zo voorstellen. Nee. Doe je er dan nog dingen naast? Of hoe werkt dat dan?
Ja, klopt. We hebben een constructie dat... dus Mirjam, de co-founder, zei freelance daarnaast nog. Ik heb daarnaast nog een rol ook binnen de Impact Hub... waar ik andere duurzame jonge ondernemers ook help bij het starten van hun bedrijf. Mm. Dus zo combineren we dat. Maar we zitten daarbij allebei wel in de slimme netwerken. Dus enerzijds netwerk van duurzame ondernemers en investeerders... en anderzijds netwerk van designers, grote bedrijven... waar we dus ook weer hulp van uit krijgen. Nee, maar is het naast het idee en de wilskracht... Ja. Kan het niet ook wel, en jij zei het al een beetje... maar ook uiteindelijk is timing natuurlijk ook wel een ding. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen als je er gewoon geld in pompt... om het even plat te zeggen. Ja. Dan kun je gewoon zeggen, jongens, alles het andere laten we nu schieten. Huppakee, kantoor in, rammen met die handel. Ja. En gaan met die banaan. Is dat ook wat jullie nu aan het zoeken zijn om echt funding te realiseren? Ja, wat lastig is aan ons project is dat we hebben inderdaad nu heel veel geld gewonnen. Dus dat betekent dat we daarin... Maar dat zijn toch wel kleine bedragen. Ja. En voor zo'n traject hebben we zeker wel 500.000 nodig. En 500.000 in iets twee, wat nog zo in de ontwikkeling zit... Is voor heel veel investeerders nog vaak een groot risico. Maar we hebben ondertussen wel echt de juiste partijen aan ons weten te binden... die dit nu met ons aan het doen zijn. Dus het gaat niet lang meer duren voordat we gewoon alle tijd erin kunnen steken... die we hebben. Want wat zou dan de strategie zijn, stel dat je morgen dat 500.000 hebt? Ja. Wat zou je ermee gaan doen? Ja, dat zou ik vol op die productontwikkeling, dus die verdere productontwikkeling zetten. Ja. Maar voor een product als deze is marketing ook van zoveel belang. Dus het bedrag zal productontwikkeling vol op marketing. En het is ook belangrijk dat je jezelf kan onderhouden. Dus wij zullen onszelf dan ook... Maar die gesprekken zijn nu gaande om die investering binnen te halen? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. En dat wordt niet een grote partij uit de markt, maar dat wordt waarschijnlijk private equity of gewoon private investors. Ja, dat klopt. Ja. We zijn wel echt op zoek naar iemand die wel deze markt goed kent. Dus we willen wel echt een actieve aandeelhouder. Dus die niet per se nu in de markt zit, maar wel de markt spannend. Ja, kent. Nou ja, er zijn inspirerende voorbeelden natuurlijk. Om je heen, een Zeepje is een mooi voorbeeld, denk ik. Ja, die kennen we goed ook. Ja. Dus daar kunnen we af en toe ook bij inchecken. Okay. Dus die lopen net wat op ons voor. Ja, ik heb Manon van Essen, is natuurlijk een inspiratie. Ik weet niet of je die kent, met dat vegetarische... Die heeft toen een knalletje gemaakt nu. Ja, zeker. Dus dat zijn natuurlijk wel inspirerende verhalen... waarvan ik ook denk van, dat kan niet zeggen copy-paste... maar dit concept is natuurlijk glas, het plaatje klopt wel. Dus ik kan me voorstellen dat het wel een ideale bruid kan worden om groot te maken. Nee, zeker ook met twee goede gezichten die daar wel met hart en ziel... maar daar komen we zo meteen op in zitten. Ja. Voordat ik het gras voor je voeten wegmaai... verzamel de juiste mensen om je heen, is les 4. Ja. Is dat een beetje hetzelfde als laat mensen je helpen? Of is dat wat anders? Ja, ik denk die sluit daar wel een beetje op aan. Ik had hem eerst ook samengevoegd, maar toen dacht ik... nee, het is toch anders. Want het staat niet alleen om helpen, maar zorg ook voor dat je... dat ze misschien zelfs nog wat meer... Dat hoeven niet mensen die je direct helpen, maar wel mensen die in jou geloven en jou naar voren pushen en jou de wereld gunnen. In dat en opzicht. Noem eens concreet, want wat in jouw verhaal, wie zijn dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dan denk je één aan wat ik al zei, naast Twenty werk ik ook bij de Impact Hub. Ik heb daar een heel fijn team en dat hele team dat steunt mij en die komt naar alles waar ik ben en die zeggen van hey. Als jij een middag hier televisieopnames hebt, ga daarheen. Die push je mij eigenlijk om, terwijl ik betaald word door een andere partij... om alles te doen en mijn dromen waar te maken. En het is heel fijn om mensen om je heen te hebben... die jou daarin de wereld gunnen, zou ik maar zeggen. Mm. En daarnaast zijn het ook je vrienden. Dus je vrienden die altijd voor je klaarstaan. En die als jij weer een keertje week achter elkaar hebt doorgewerkt... een avondje voor je koken. Mm. Dus je sociale netwerk eigenlijk. Want hoe werkt dat? Jullie zijn wel best wel een generatie waar je veel hoort over burn-outs. Ja. En er is best wel veel ellende, als ik het zo mag zeggen, om balans te vinden, noem ik het dan maar even. Hoe doen jullie dat met z'n tweeën? Want het is wel een intensieve periode. Ja. Je moet ook jullie hebben ook een heel druk sociaal leven, zowel online als offline, zeg maar. Mm. Hoe zorg jij ervoor dat je dat in balans houdt? Ja. Het is altijd... Ik durf daar hier niet helemaal de heilige over uit te hangen. Ja, hoe je dat zelf doet? Ik ga altijd naar een uiterste en dan ga ik weer even een paar stapjes terug. En dat betekent dat ik meer ga sporten, voor mij heel belangrijk, gezond ga eten. En dat ik eens een keer een paar perioden lang besluit niet meer in de avonden en niet meer in de weekenden te werken.
En dan gaat dat weer over. Dus ja, eigenlijk dat klinkt niet als een balans. Je gaat elke keer uitbalans. Precies. En op het moment dat die randen raakt, dan stoot je weer terug. Ja, dus ik zou zeker niet degene zijn die om advies moet vragen hierover. Je bent ook zoekende. Ja, ik ben zeker nog zoekende. Ja. Okay. Tot slot, en misschien kan dat in ieder geval een positieve bijdrage leveren. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Als je laatste les, doe het alleen als je idee dicht bij je hart ligt. Ja, dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. Dat slaat ook weer een beetje terug op wat van jouw wilskracht gaat ervoor zorgen dat jij degene bent die dit product enorm gaat maken. Ja. Als het niet dicht bij je hart ligt, dan krijg je wellicht op een gegeven moment die burn-out. Voor mij voelt het op de markt zetten van dit product zo natuurlijk. En ik voel me zo ik ben zo gedreven om dit groot te maken. En ik vind het zo belangrijk. Waarom? Waarom zit het zo dicht bij je hart dan? Ja, omdat ik gewoon misschien... Ik geloof gewoon dat er iets fundamenteel mis is met hoe wij nu onze economie hebben ingericht. En ik wil daar alles aan doen om daar verandering in te brengen. En ik geloof dat Twenty zo overduidelijk is. Het product spreekt gewoon... het is voor iedereen te begrijpen. Dus... En daardoor denk ik dat je met dit product niet alleen een heel groot deel van die shampoo-markt op zijn kop gaat zetten, maar ook mensen op een andere manier laat denken. Want er zit zoveel inefficiëntie in de huidige economie. Het ligt gewoon... Ik voel me gewoon zo gemotiveerd om dit product gewoon enorm te gaan maken en daarmee dat verhaal te vertellen. Daarmee misschien ook wel een podium te krijgen om nog meer van dit soort projecten te mogen doen. Yeah. En ik zie ook heel vaak dat mensen bedrijven starten puur commercieel. Ik denk gewoon dat je dan die wilskracht... of jouw motivatie moet puur financieel zijn. Dat zou natuurlijk kunnen. Die bestaan, die mensen. Die bestaan. Ja. Maar dit is voor mij een hele belangrijke. En ik denk dat mensen die er puur financiële focus hebben, dat die op den duur ook wel... niet allemaal. Maar ik zie vaak dat die na een aantal jaar toch ook wel weer terugkomen naar dit. Doe iets omdat het dicht bij je hart ligt. Omdat je er energie van krijgt. Het is misschien een hele rare vraag vraag. Maar stel dat het mislukt. Ja. Dat zou wel pijn doen. Ja. Wat zou je dan gaan doen? De stekker moet eruit. De stekker moet uit, ja. Ik ga zo meteen nog een andere slotvraag stellen. gelukkig. Ik weet nog niet welke, maar we ronden het goed af. Kijk, ik ben heel creatief. Dus ik heb voor de Twenty ook vaker allerlei business ideeën gehad. Dus ik geloof dat ik... dan zou kijken, je leert zoveel van zo'n traject. Hè? Ik leer die sector nu heel erg goed kennen. En daarmee zijn er vast ook allerlei andere mogelijkheden. Er zijn weinig, als ik kijk naar bedrijven omheen, zijn er weinig bedrijven die ergens beginnen en dan precies hetzelfde eindigen. Dus mislukken, laten we dat niet zeggen. Maar ik geloof dat het dan naar iets anders zal evolueren. Is er nog iemand uit het netwerk of de ondernemerswereld waarvan je zegt van daar wil ik eigenlijk mee op de koffie, maar ik ben aan het zoeken hoe ik dat kan doen? Goeie. Of is je netwerk wel compleet op dit moment? Redelijk compleet, maar misschien met de directeur van Unilever. Ja, zou je willen? Ja, zou ik graag willen. Bij deze de oproep gemaakt. We zullen hem een mailtje sturen. Dankjewel. En dankjewel voor dit gesprek. En heel veel succes met Twenty Products. Jij ook, bedankt. En dankjewel voor het kijken naar weer 5 ondernemerslessen hier op CVD-TV. Wil je meer van ons zien? Er staan meer dan 1000 interviews op ons platform. Dan kun jij dat doen via YouTube of op cvdtv.nl. Of uiteraard als podcast via alle grote podcastplatformen. Voor nu, thanks. Hoi.